Hallo lieve mensen van YouTube en welkom bij een nieuwe Mol Talk Talk, waarin wij proberen te raden wie de mol is door alles te kijken, behalve wie is de mol. Ik heb het dus volledig in mijn eentje moeten doen hier zo in quarantaine in de... Help! Help, ik wil hier weg! Kijk, ik heb cd's van Toto, een geurtje zodat ik lekker fris blijf ruiken. Ik moet wel zeggen, met de ramen dicht is dat wel heftig als je 8 keer hebt opgespoten. Ik kan niet naar Hilversum toe. Wijnand die heeft geen coronavrije oppas. Rob en Herman die zitten in quarantaine. Dus ik dacht, om gewoon alles te waarborgen, blijf ik hier zitten in deze cabine, deze auto. En ik heb via mijn telefoon gewoon MolTalk gekeken. Kijk ons lachen. Ja, Marlijn, ja, het was gewoon Rob. Er is niks heerlijker dan zeg maar mensen 40 seconden lang zien wachten in een soort afwachting tot de regisseur zegt en go. Rob is de mol. Nee, Rob is... Ik had het nooit verwacht. Rob is de mol. 1600. Het is gewoon een hele nonchalante mol geweest. Ja, ik... Ze keken niet echt. Dus... Ik kon gewoon dingen doen buiten de camera en het gezichtsveld van mijn medekandidaten. Ik heb begrepen dat hij ook bij de grote finale zei hij van... Ja, ja, dan probeerde ik incognito naar de supermarkt te gaan, maar gingen mensen toch vragen naar mijn deelname aan Wie is de Mol. Je hebt overal een hoed op. Dat is niet incognito, tenzij je de hoed over je gezicht trekt en vervolgens... tegen de komkommers en de broodjes waar Pauw aanloopt in de supermarkt en alles omver flikkert. Je hebt een hoed op, continu. Nathan werd het meeste verdacht door de kijker thuis. Ja. En als je dan nog eventjes een beetje verder gaat kijken. Ja. Zaten er meer mannen op Nathan. Okay. En meer vrouwen op Rob. Rob was de tweede meest verdachte persoon. En wat jij, zegt dat dan over ons? Jij zat op. Ik zat op Rob. En ik zat op Nathan. Dus eigenlijk... Ben jij het mannetje en ik het vrouwtje? Nou ja, dat hebben we dat helder. Ja. Dan weten ze dat thuis ook maar. Oké. Okay. Je hebt zeg maar stellen, die doen daar 20 jaar over. Oh, ben jij het vrouwtje? Ja, ja, ik ben het mannetje. We hebben de 10 afleveringen hebben erover gedaan. Maar goed, hè? Bespaart weer een hoop groen volgende keer bij de dokter. Hè, Rob? Lekker zitten. Dank je wel, jongen. Toch? Wat jij wil. In de houtgreep. Oh, heerlijk. Er wordt geknuffeld. Anita komt er ook. Het hele land in quarantaine. Scholen dicht, horeca dicht, elleboogstoten, nul lichamelijk en menselijk contact zoals ik hier in mijn auto en jij krenkt boeien! Ja, wat jij wil. In de houtgreep. Hey, hey. Oh heerlijk, er wordt geknuffeld. Is het nog een soort van verlaten molactie? Het is dan over 10 jaar, hè? Ja, de mol van 2020, dat was echt een goeie. Rob was in de veronderstelling dat hij de mol was. En uiteindelijk was het Jaike. Ja, die heeft toen door gewoon iedereen te knuffelen, hele team om zeep gebracht. Maar wat een seizoen, onvergetelijk. Ja, dat is toch wat je wil in zo'n jubileumjaar. Hé, hey, ik ga deze eens eventjes lekker ontkurken, want we gaan dit naar is de toch een ontknoping van je welste. Dat is het sowieso. Heb jij nou 2 microfoons? Ik heb nu 2 microfoons met Avrotrons. Jij kan ook alles. Wij zitten hier, want zometeen schuiven de mol en de winnaar bij ons aan en ook de verliezers. En wat is dat voor ding wat Rob om zijn nek heeft? Is dat een servet? Is hij net uit een toeristische fotoshoot uit Volendam komen lopen? Wat is dat? Waarom doe je dat aan? Nou ja, goed, aan de andere kant, als je puur kijkt naar de omstandigheden waar ze een uitzending in hebben moeten maken. Ik zou zeggen, had hem dan iets langer gemaakt, dan had je ieder moment nog jezelf een soort van uit je lijden kunnen verlossen. Maar oké. Okay. Daar is het China. China, daar hebben we er. Sorry. Maar ik wil nog één vraag aan Mil. Eén vraag aan Mil en dan gaan we naar Tina. En ik dacht echt dat de vorige Mol Talk dat ook de allerlaatste was. Want ze hadden elkaar omhelzingen gegeven en dergelijke. Zeker in deze tijden. Een omhelzing moet je alleen doen als het echt niet anders kan. Dus ik dacht, nou, dat hebben ze gewoon speciaal gedaan voor de laatste uitzending van Mol Talk. Maar dan toch zeg maar denken van, jongens, kunnen we echt niet een soort van klein beetje uitzendtijd krijgen? Nou, fuck it. Dan gaan we gewoon met 8 mensen en 2 microfoons gaan we op Facebook Live. Deze auto was een betere optie geweest. Oké, sorry voor deze geïmproviseerde Mol Talk Talk. Ik heb het dus volledig in mijn eentje moeten doen hier zo in quarantaine. En dank voor het kijken en tot volgend jaar. Ik heb serieus gewoon een DJ Paul Elstak cd in mijn auto.